Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over Nederland. Daaruit valt ook wat regen, maar die wolken trekken vrij snel naar het oosten weg. En dan wordt het vanochtend langzaam droog. De zon breekt af en toe door. Maar op veel plaatsen hebben we toch ook nogal wolkenvelden. Temperatuur in de ochtend een graad of 12. En langs de kust in ieder geval al een krachtige wind. En die wind neemt toe vanmiddag naar windkracht 7, later zelfs naar windkracht 8. Vooral in het waddengebied. Dan trekken er in de loop van de middag van het westen uit ook stevige buien over het land. Daarbij kan het onweren, kan ook hagel voorkomen en komen zware tot zeer zware windstoten voor. Vanavond blijft het in het waddengebied onstuimig. In de rest van het land wordt het wat rustiger, zowel met de buien als met de wind. Morgen dan een dag met af en toe wat zon, maar ook een dag met een aantal buien. Die buien vinden we terug op veel plaatsen in ons land, maar vooral in het noorden. Het wordt een graad of 10, misschien 11 en de wind blijft stevig doorwaaien. Ook zondag, maandag en dinsdag is het herfstachtig. Met vooral langs de kust vrij veel wind. En regelmatig trekken zones dus met regen over en de meeste regen valt waarschijnlijk op zondag. Temperaturen blijven hoog, 13 of 14 graden de maximumtemperatuur. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.